Boulevard Special staat elke dag één gast centraal. Dat is een maker. Dat kan zijn een theatermaker, een kunstenaar, een muzikant. En we gaan eigenlijk een kijkje nemen in de keuken van. Het is eigenlijk een soort zomergast in het klein, of niet? Ja, dus zomergast me dan in het piep piep klein. Wat ik gevraagd heb is dat iedereen zijn eigen inspiratiebron meeneemt. En dat kan zijn een filmpje. En van daaruit praten we over waardoor raak je geïnspireerd en gefascineerd. Dames en heren, ik wil een heel warm en hartelijk applaus voor Rosa Reuter en Hanna van Lunteren. Dank u wel. Nou, ik vind de dames van Norfolk vind ik heel erg leuk. En ik vind het gewoon heel leuk dat er heel veel makers zijn, jonge makers, die gewoon heel veel aandacht krijgen. Alle gasten komen uit verschillende hoeken, nemen ook nog een gast mee. Wat gebeurt er nog meer tijdens een boulevardfeest? Van alles. We hebben trio Olga, dat zijn twee fantastische madammen. Dat moet je echt zien. Die zijn geweldig in de dingen die ze doen. Dan hebben we Mr. en Mr. Morg. Dat zijn twee muzikanten die komen uit het Antwerpse. Die verzorgen een streepje muziek. Dan heb ik Ronella Moser. Zij is eigenlijk in real time aan het schrijven. En gaat op het eind van de Boulevard Special heeft ze altijd een gedicht, een flart, een impressie van wat zij hoort en wat ze gezien heeft. Ik ga voor de verdieping, daar zit de verleiding in de grote tent. En dat er een beetje meer achtergrond komt over waarom maak je nou dingen? Of wat doe je daar dan mee? En dat er nu eigenlijk een plek komt waar je gewoon iets meer over een voorstelling te weten kan komen. Maar vooral iets meer over een maker te weten kan komen. Dat is er heel erg leuk aan.